word je een briljante wetenschapper of een geniale uitvinder? Mijn naam is Koen Frenke en ik ben innovatiewetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Ik onderzoek wetenschappelijke en technologische doorbraken en de knappe koppen die dit hebben mogelijk gemaakt. En mijn vermoeden is dat deze wetenschappers niet alleen heel slim zijn, maar vooral dat dit mensen zijn met een atypische achtergrond. Ze hebben bijvoorbeeld meerdere opleidingen gevolgd, in verschillende landen gewoond of in verschillende bedrijfstakken gewerkt. Hierdoor zijn zij juist in staat om combinaties te maken tussen verschillende kennisdomeinen, om op die manier tot nieuwe doorbraken te komen. Denk aan Jan Timbergen, die als natuurkundige de grondslagen heeft gelegd voor de macro-economie. Of aan Anthony Fokker, die in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten voor vernieuwing heeft gezorgd in de vliegtuigbouwindustrie. In de geschiedenis van de Nederlandse wetenschap was het begin van de 20e eeuw een opmerkelijke periode. Relatief veel Nederlandse wetenschappers kregen toen de Nobelprijs voor hun onderzoek. We spreken daarom ook wel van de Tweede Gouden Eeuw in de Nederlandse wetenschap. Dat succes is terug te voeren op een onderwijshervorming enkele decennia daarvoor. Tot die tijd mochten mensen van het gymnasium met Latijn en Grieks naar de universiteit. Maar daarna mochten ook mensen met een HBS-achtergrond de meer technische opleiding gaan studeren. De koppeling van een technische HBS-achtergrond met de meer theoretische kennis van de universiteit maakt het mogelijk dat deze wetenschappers heel vernieuwend experimenteel onderzoek gingen doen. En daarvoor hebben zij de Nobelprijs gekregen. Dus ik denk dat hun succes geen toeval is.